Mijn naam is Liesbeth van der Lek, in het dagelijks leven jeugdbibliothecaris. Ik heb de eerste twee boeken voor de bibliotheek al meegenomen, al zijn ze nog slechts heel klein en hangen ze in mijn oren. Vandaag staan er verschillende dingen op het programma. Wij gaan binden, bouwen en bruisen. In iets andere volgorde dan u misschien gewend bent. Het binden hebben we van tevoren gedaan al met alle 9 partners die in dit prachtige wijkgebouw komen. Het bouwen, daar gaan we vandaag aan beginnen. Hoewel, ja, u dacht misschien dat we hier waren voor de eerste paal slaan, maar nee. De eerste paal is niet geslagen. De eerste paal is geschroefd en niet alleen de eerste. En reeds gescoord. En dat schroeven hebben we speciaal gedaan om ervoor te zorgen dat kinderen rustig in de stek zitten en hun lessen kunnen blijven volgen. Ik ga zo meteen het woord geven aan wethouder Nicole Theeuwen. Zij gaat officiële handeling verrichten. Daarna gaan wij met z'n allen naar het bouwbord wat hier aan de zijkant van het terrein staat. Dat bouwbord wat ontworpen is door kunstenaar Christen Engelsman, hier ook aanwezig. Dat wordt in feite een tweede officiële handeling. Het onthullen van het bouwbord en daarna gaan we met z'n allen het glas heffen. De taken zijn vandaag verdeeld zoals ook het werk aan het wijkgebouw cultuurcentrum een taak in gezamenlijkheid is. De bibliotheek praat het vandaag aan elkaar. Rijnaarden zorgt voor de catering. Muziekcollectief zorgt voor de muziek. Wat wilt u nog meer? Ik ben blij dat u allen aanwezig bent. En ik geef graag het woord aan wethouder Nicole Theeuwen.